Hoi, ik ben Adria van het Veldhuis. Ik kom uit Kroosinaveen, uit Drenthe en ik doe mee aan de 30 dagen vlog challenge. Nou, ik vind het eigenlijk best spannend om te vloggen elke dag. Het is meer ook om te kijken van nou, hoe werkt dat? Zoals in de camera kijken, nou dat is toch best een lastig dingetje. Maar vandaag gaan we thee maken. Ik maak mijn eigen thee van de kruiden die ik buiten vind, zoals, zoals brandnetelthee bijvoorbeeld. En daar gaan we vandaag verder mee aan de slag. Nou, net als ik zullen jullie ongetwijfeld ook veel brandnetels in de tuin hebben. Het mooie ervan is dat brandnetels eigenlijk het hele jaar door blijven groeien. Het liefst heb ik natuurlijk ook de voorjaars brandnetels, want daar zit gewoon heel veel vitamine C in. Maar goed, bij gebrek aan beter nemen we gewoon degene die daar al staan. Ik heb ze geknipt, ik doe wel even handschoenen aan, want ze prikken best behoorlijk nog. En maak er een mooi lintje omheen. En deze is nu klaar om in de keuken bij mij te mogen drogen. Toen hij helemaal gedroogd is, dan maak ik er een thee van. Nou, zoals jullie kunnen zien, achter mij hangt de brandnetel en er heb ik munt hangen en salie hangen. Dat zijn eigenlijk de theesoorten die ik drink. Nou ja, je ziet dat die brandnetel nog echt wel flink moet drogen. Maar je ziet ook dat de rest eigenlijk al wel heel erg mooi droog wordt. Dit is een lavendel, die verwerk ik ook in de thee. En dat gaan we zo meteen doen. Nou, dit is mijn munt salie thee. Alleen salie thee vind ik zelf niet zo lekker, dus ik maak hem eigenlijk altijd wat aan met munt erin. Dat smaakt hij net iets lekkerder. Salie thee helpt heel goed tegen de overgang. Nou, heb ik die nog niet en dat wil ik graag ook zo houden. Dus ik maak mijn eigen salie thee. Hoe leuk is dat? Verse salie heb ik laten drogen hier in de keuken. Ik heb een speciaal droogrekje zoals jullie hebben kunnen zien. En normaal doe ik verse thee eigenlijk altijd in zo'n dingetje. Maar ik heb gemerkt dat met de salie en muntthee, dat het eigenlijk daar de prikjes doorheen komen. Dus ik heb een zakje gevonden, daar doe ik dan de thee in. En die laat ik mooi trekken. En daarna leeg ik hem weer, spoel ik hem uit en kan ik hem weer opnieuw gebruiken. Ik zorg ervoor dat de munt goed gedroogd is. En dan doe ik eigenlijk niks anders dan met mijn handen gewoon heel fijn maken. Alles van het stofje af. Nou, je ziet onder in de pan zie je al een soort van theeachtig iets terechtkomen. Nou, als we dat dan vervolgen, dan krijgen we uiteindelijk deze munt salie thee. Theewater staat te pruttelen. Salie thee zit in de pan, ziet er helemaal goed uit. Nou, deze gaat in de pot en dan gaan we zo eerst lekker een kopje thee zetten. Nou, bedankt voor het kijken. Wij gaan lekker een kopje thee drinken en kijk eens, dit is hem geworden. Heerlijk. Nou, hey, tot de volgende keer. Doei doei!